Dit is een videoproductie van de lokale omroep Mil. We zijn gisteren begonnen met het mega bierpongtoernooi en ja, het was een groot succes. Mooi aantal deelnemers, de sfeer was goed, de tent zat mooi vol, dus ja, wat wil je nog meer? We hadden 64 deelnemers, dus een 32 koppels ja, samen die tegen elkaar strijden. Bierpong is van 18 plus, dus ja, ook jij mag meedoen, Wim. Dus nee, het is een evenement, ja, het bierpong zegt al 18 plus moet je ervoor zijn. Maar het is een evenement voor jong en oud. En dat zien we vandaag ook bij het zeskamp, waar je nou vandaag meteen bent. Dus daar zijn we gestart met 12 teams. Dat varieert van 6 tot 10 leden per team. Ja, en we zijn er om 10 uur mee gestart. Perfect, het loopt... Het weer had iets beter gemogen, maar verder heb ik niks te klagen hier. Meedoen is vanaf 12 jaar en ouder. Dus ja, zowel of je uit Wilpendoort komt of buitendoors bent, het is echt een evenement voor jong en oud, zeg ik altijd. Ja, Stichting Vis organiseert eigenlijk van alles. Heb je een idee, laat het ons weten en dan komen we ermee aan de slag. Maar over het hele jaar gezien hebben we dan het bierpongtoernooi. We hebben busreizen. We hebben vorige week met z'n allen bij elkaar gezeten, of in ieder geval de dorpsgenoten van Wilpendoort. En hebben gewoon gebrainstormd van, god, wat willen jullie nou eigenlijk? Nou, wij als Stichting Vis hebben daar een luisterend oor naar. Er zijn heel veel ideeën uitgekomen en positieve reacties over onze stichting. Dat wij toch een stichting zijn, ja, wat je ook maar verzint, we gaan er altijd iets mee doen. Dus ja, hopelijk gaan we die dingen uitvoeren, of in ieder geval die gaan we uitvoeren. En hopen dat er positieve reacties op komen. Ja.
ja, volgend jaar hebben we denk ik weer een bierpongtoernooi. Maar over 2 jaar vindt dit evenement weer plaats. Dus heb je er alvast zin in, of in ieder geval denk je van hier wil ik zeker bij zijn. Ja, laat het weten vast dat je komt. Ja, en hopelijk zien we je dan over 2 jaar.